Een particulier mag volgens de huidige wetgeving met een kleine drone tot 10 meter hoog vliegen boven zijn privéterrein. Erg beperkt dus, maar over enkele dagen verandert dat drastisch. Dit toestelletje onder de 250 gram bijvoorbeeld, kan je tot op 120 meter gaan. Je moet wel nog altijd 50 meter van de mensen wegblijven en van de gebouwen. En belangrijk, het mag niet overal. Op een kaart van de overheid moet u dan op zoek gaan naar de zogenoemde open gebieden. Maar die zullen vrij uitgestrekt zijn. De professionele dronebedrijven zijn op zich blij met de nieuwe wetgeving, want zij mogen ook meer en zullen minder papierwerk hebben. Maar ze vrezen wel dat iedereen veel meer gaat vliegen, ook waar het niet mag, of veel te hoog, met alle risico's van dien. We mogen het niet gedacht hebben dat er iets zou gebeuren met een aanraking met de bemande luchtvaart en dat een groot ongeval tot gevolg zou hebben dat de hele dronesector op de grond staat. Ja, dat moeten we ten alle tijde vermijden. En voor wie zich nu al naar de winkel rept om een drone, nog dit. Er zijn nog een paar belangrijke regels voor u daadwerkelijk mag vliegen. Die hobbypiloot of die recreatieve piloot, die wordt aanzien als een exploitant volgens de Europese wetgeving. Die exploitant die moet zich registreren, verplicht. Hij moet ook verplicht een verzekering hebben en hij moet uiteraard ook de regels volgen die opgelegd worden volgens het land waarin hij vliegt.